Atletiek is meer dan alleen maar hardlopen. En zeker werpnummers, daar wordt niet zoveel aandacht aan besteed. Maar je ziet de afgelopen jaren dat daar een hele sterke ontwikkeling in heeft plaatsgevonden. We gaan naar wereldkampioenschappen met werpers. En op Papendal wordt er getraind. En je ziet gewoon dat daar een hele sterke ontwikkeling is. 2 jaar geleden werd je Europees kampioen bij de junioren. Wat verwacht je van het komende seizoen? Nou, ik hoop me te kunnen plaatsen voor het EK van de senioren. En die vindt plaats in augustus dit jaar. En ik zou het ook heel erg leuk vinden om me te kunnen plaatsen voor de wereldkampioenschappen. En is dat iets waarvan je zegt, nou, het is een mooie droom? Of zeg je, nou, dat is echt wel realistisch? Ja, het is natuurlijk ook een mooie droom geweest. Maar het begint nu wel realistisch te worden. En daar ga ik ook heel hard voor werken. We willen hem zo breed mogelijk inzetten. Dus eigenlijk alle werpdisciplines. Dus kogel, discus, speer, kogelslingeren. En tegenwoordig heb je bij de masters vanaf 35 jaar. En tot 80, 90 bij wijze van spreken. Kun je ook een werp 5-kamp doen. En dan doe je dus 5 onderdelen. Dus de onderdelen die ik net noemde. Plus het gewichtwerpen erbij. En dan bied je dus voor iedereen eigenlijk wat aan. Toen ik 40 was, ben ik op atletiek gegaan. Heb ik een jaar of 9 gedaan. En toen ik 70 werd, dacht ik, nou, ik ga weer op atletiek. Onder de mensen. Het is hartstikke leuk met zo'n groep. Iedere keer. En op de training ook. Allemaal met jongere mensen. En ik help met jureren en zo. Zeg maar, het is een heel sociaal gebeuren. Ja, leuk. Yannick Rolvink en Ruben Rolvink, ja, 2 broers volgens mij vandaag bij de werpwedstrijd. Hoe gaat dat tot nu toe, Yannick? Ik had het wat ver ongeldig. Ik denk dat die wel er voorbij waren, maar ja, jammer genoeg ongeldig. Dus. En hoe gaat het bij jou vandaag, Ruben? Dit was mijn eerste kogelwedstrijd weer, outdoor dan. En ik had ook een kleine blessure, ja, in februari was dat dan. Dus ik was voor mij weer even een beetje inkomen. Op zich richting het einde van de wedstrijd kon ik wel weer mijn draai vinden, zeg maar. Omdat ik 75 ben geworden, val je in een andere categorie. En dan kon ik in plaats van een 3 kilo, heb ik nu een 2 kilo. Dat is echt zo'n eitje. En dat slingeren, dat gaat makkelijk. Ja. Je moet gewoon wel lenig blijven.